Hans. Hans Sievers. Hoe komt u hier binnen? Er zit een gat in je eg. Ik kon er net doorheen kruipen op handen en voeten. Jozef Miras is iemand die ontzettend... In elk geval tot de dag des oordeels. Het is enerzijds is het een hele oprechte man die ontzettend gelooft in het verhaal. In de geloofsgemeenschap waar hij in zit. Hij is ook een man die het leven heel licht neemt. En het geloof is vaak heel zwaar. Hè? Zeker, tenminste, deze geloofsgemeenschap is heel zwaar... waar het schuldgevoel heel erg sterk is. Hè, je bent van jongs af aan, ben je zondig. Je wordt zondig geboren. En ik vond het juist heel erg leuk om Jozef een man te maken... die innemend is, die sympathiek is... en een soort handelsreiziger in geloof bijna. Die bij de mensen langs gaat, hier een broodje meesnijdt, daar even een hapje mee eet. En zo iemand, om een innemende, sympathieke man te maken. En dat is zodat je hem ook gelooft. En... Wat zit er in die koffer? Het gaat hem zo aansmeren? Ben je gelukkig, Hans? Als het om het geloof gaat, ik ben al voorzien, het spijt me. Elke zondag naar de kerk, als het u interesseert. En hij ziet dat Hans het moeilijk heeft. En Hans is iemand die als kind ontzettend gelukkig was. Hij was altijd in de velden aan het spelen. Hij was altijd buiten. Op een gegeven moment dacht hij van, ik ga iets met die natuur doen. Ik ga kweker worden. Ontzettend leuke vrouw leren kennen. En ja, Jozef komt hem op een dag weer tegen, Jozef Miras. Hij zegt, hoe gaat het, man? En hij ziet dat het eigenlijk niet zo lekker met Hans gaat. En hij weet hoe Hans vroeger was. En hij zegt, jongen, weet je... Kom eens gewoon een keer met mij mee. Echt, want dat wat jij zoekt, ik weet waar je dat kan vinden. En ja, dat wordt voor de toeschouwer wordt het sinister. Maar dat is oprecht Jozef zijn geloof en zijn boodschap.